Start recording, want dit is dus ook weer voor YouTube. Hi YouTube, dit is lang geleden voor mij. Oh, hey YouTube. Ja, YouTube is er ook weer even bij. Goedemiddag, dat doe ik eigenlijk nooit bij livestreams, dus zo lang geleden. We hebben een nieuwe Eevee. We hebben een nieuwe Eevee. En ik heb een nieuwe nickname. Dankzij Mumee. Stevie! Staat ook in de titel van de Twitch. Dus ja... Pokémon Heart Gold Soul Silver Randomizer Stevie Run. Stevie! Dus, hebben we nog veel gemist de laatste Pokémon Soul Silver Randomizer livestream? Volgens mij zijn we nu op het punt dat we Lieutenant Search gedaan hebben. Dus ik denk niet dat we echt veel gemist hebben. Maar we kunnen nou naar Diglett Cave. Er zijn nou zoveel routes waar we naartoe kunnen gaan. Dus... Ik zet even het geluid eentje hoger. Ik denk dat het geluid zo wel goed is. Ik hoor het geluid goed. Hi YouTube! Leuk smikkeltje. Ik spits hier in mijn gezicht hoor. Oh, we zijn poisoned. Ik ga eerst eventjes naar het Pokémon Center dan. Ja, dat is wel slim. Oh. YouTubers, Robo Playing zegt: YouTube, als je dit leest, ben je een banaan. Maar ja, jullie kunnen het niet lezen! Nee! Dus jullie zijn allemaal Stevie's! Nee, er is maar één en dat ben ik. Mr. Stevie, at your service. Nou, master! Master of all the evolutions! Daar heb ik wel even een jongens, jullie in de chat mogen ook mee praten, hè? We hebben zeep en dan de zeepjes. Maar wat kunnen we bij Stevie doen voor de kijker? Gewoon Stevie! Ja, maar kijk, jij bent Stevie, maar hoe noemen we ons? Hè? Oh, de kijkertjes, omdat ik altijd zei zeepjes en zo. Ja. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon gezellig. Ik bedoel, andere trainers, Pokémon fans, weet ik het allemaal nog meer. Het hoeft niet allemaal aanhankelijk te zijn van mij als YouTuber individueel of zoiets in die trend. Ja, maar wij zijn jouw fans. Ja, en ik ben jullie fan. Dus... Staves. Steves! Jullie zijn Steves! No, not Minecraft. Ja, Steven is eigenlijk ook weer eentje van de Heart Gold Soul Silver dus. Lekker belangrijk, we gaan Diglett Cave in. Ja. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat we hier kunnen vinden. Ik ook. Maar ja, aan de andere kant kunnen we beter... ik denk dat we eens even wat beter met deze random battles eventjes kunnen doen. Want ik denk dat experience heel erg belangrijk is. We zijn echt onderleveld. Maar ja, als we daar tegen Brock willen vechten, je hebt een Vaporeon. Dus eigenlijk heb je al een... Oh nee, wacht, het is een randomizer. Ja, die fout maak ik ook nog vaak. Vergeet dat ik zei. Ik heb een tosti in mijn mond, dus ja... Ik zeg wel dat ik het snap om er onderuit te komen. Oh, jullie zijn Eevees. En jullie ja, mijn kijkers zijn gewoon Eevees. Want jullie zijn ook awesome. Net zoals Eevee. Eevee is awesome. Jullie zijn awesome. Ben ik het mee eens? Jullie zijn Eevees. Elke abonnee heb je gevangen. Dus allemaal Eevees. Nee, gevangen dat klinkt sowieso van... nee. Niet geraakt. Ik heb jullie gevangen! Oké, dus... Jij hebt elke abonnee bevriend geraakt. Hier, hoor het even. Voel de liefde. Oh, hallo god, der Pokémon op level 42. Oh, hallo. Oftewel een Arceus. Ik wil geen Eevee zijn, ik ben een Zepto. Oké, Jan Baren. Ik ben geen Eevee, ik ben Daan. Nou, sorry hoor, Daan. Waar kom je vandaan, Daan? Sorry, die pun die moest. Nou, oké. Ik ben geen Eevee, ik ben een Flareon. Krijg ik daar 300 van die comments? Nee, ik ben dit, ik ben dat, ik ben dit en ik ben dat. Dan gaan we dat probleem krijgen. Sorry, jongens in de chat, sorry. Ah, valt wel mee. Luister, ik ben tegen de god van Pokémon aan het vechten. Dit kan problematisch worden voor mij. Ik zie het. Level 42. Ja, we zitten nou op het punt... Dat is niet lief.
Ik heb hem niet gezien. Tuurlijk, hij heeft nog 1 HP over. Oh, wauw. Nee, ik wil niet dat ver... Nee, hij mag niet feinten van mij. Livion. Tot nu toe heeft hij niks anders gedaan dan fysieke aanvallen gebruikt. Livion, get him. Kan ik er trouwens op zien hoe lang dat ik aan het opnemen ben? Volgens mij niet. Ongeveer vanaf 2 uur dus. Oké, okay, nou. Nou, Erik en Blok zijn er vandaag niet. Nee, Erik die had een afspraak. Daarom kon hij ook niet naar de Pokémon Go Meet. Leroy die had vandaag ook een iets. Ik weet niet meer precies wat dat was. En ja, Blob de ene keer wel, de andere keer niet. Dus. Leroy was toch op vakantie? Ik weet niet of hij nou al op vakantie was. Maar lekker belangrijk, details, hoe niet, Sam? Ja, dat is waar. Maar ja, Livion hebben we... Ja, nee, wacht eventjes, randomizer, dus we weten niet wat voor Pokémon de Brock heeft. Sterker nog, we weten nog niet eens welke Pokémon Sabrina heeft, want Sabrina zouden we eigenlijk nou ook neer moeten halen nog. Ja. Doe een Giga Drainer, wees sneller, zodat we hem helemaal leeg kunnen zuigen. Oeh, slecht dat ook klinkt. Ja, nou, Sylveon doet het ook. Lekker. Maar ja, Sylveon zit nog niet in het spel. Helaas. Jason! Dit was juist de Jason! Val me nou pas op. Oh ja. Hoi. Blob is gewoon random. Nee, Blob is niet random. Blob is geweldig. Ja, Blob. Blob is gewoon heel aardig. Hij is gebouwd door Blob en samen met zijn vrienden. Kun je hem altijd tussen alle Blobbers vinden? Oh, als hij dit ziet, echt serieus. Hij gaat echt zo van... Stevie! Ik moet er zelf ook nog aan wennen, sorry. Yo, Brokling zegt dat Dam niet kindvriendelijk is. Nou, ik denk van wel hoor. Maar wat is er zo erg aan Dam? Sorry hoor, maar Dam vind ik niks mis mee. Nee. Ik bedoel, als je bij andere video's wel niet hoort wat daar voor taalgebruik in komt, wat niet gecensureerd wordt, dan denk ik bij mijn eigen... Damn! Ja, precies. Dus nee, ik vind damn, dat gaat volgens mijn supervisor... Wie is je supervisor dan? Ik. Dat mag nog wel. En trouwens, ik ben de baas over mijn kanaal. Serieus! Ja. Maar de echte scheldwoorden, daar gaan we gewoon niet aan beginnen. Nee. Dus ik wil niks horen over gloeiende kolen. Of over sweet cheese and crackers. Of alle verrotte wortelen nog aan toe. Dus piep, piep en piep mag je niet zeggen. Dat betekent niet. Yo, Robling, ik ga gewoon de subject nu droppen. Punt. Ja. Dus ga liever niet erover doorpraten. Ja, Magikarp, inderdaad. We zijn nog steeds op zoek naar Magikarp, want dat is echt... Sweet Mystical Bouncing Dragon, boep! Glalie, dat is een ijs-Pokémon. Ja, het nadeel is... Firepower heeft nog maar heel weinig HP. Ja... Firepower, ik denk dat je het aan kan. Ik heb vertrouwen in je. Oké, okay. Firefang, ben je sneller? Hij is sneller. Yes, it's a one-hit KO! Total knockout! Firepower, get some experience and we're going to continue. Laten we naar een Pokémon Center gaan. Flareon is uitgeput. Random encounter. Random. En dan komen we weer een Legendary. Wat is het met die Legendaries? Ik had heel vaak in de comments gelezen van mensen die
niet vaak bij de livestreams aanwezig konden zijn. Die zijn dus echt de serie aan het volgen op YouTube. En die zeggen echt zo van, hoezo skip jij Legendaries? Volgens mij is het handig om toch maar de serie te gaan kijken, om te kijken waarom dat jij Legendaries skipt. Ja. Nou, regel nummer 1. De enigste Pokémon die we mogen gebruiken is een Eevee of een evolutie daarvan. Regel nummer 2 is... Er is maar één regel. Er is maar één regel. Dat is die regel. Legendaries, ze zijn inderdaad wel leuk om proberen te vangen. Maar... ja... wij hebben er niks aan. Ja, we kunnen ze wel vangen voor dat lol, maar we gebruiken ze niet. Volgens mij hebben we alle Legendaries nou wel ondertussen een beetje tegengekomen. Van generatie 4. Ik bedoel, we hebben Zapdos zijn we al tegengekomen. Moltres zijn we tegengekomen. Tenminste, Zapdos? Nee, dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat we Moltres tegen zijn gekomen. Ja, Articuno? Zapdos zijn we al tegengekomen. Articuno ook. Oké. Dus alle Legendary Birds Pokémon zijn we al tegengekomen. Ik weet dat we al een Entei tegen zijn gekomen. Ja, en Suicune ook. Maar ja, dat, ja, Suicune ook, ja. Ja, als random dan, hè. Want ja, je hebt inderdaad de Pokémon die je dan overal vindt. Ja, maar als random ook. Ja, dus... Raikou volgens mij ook. Raikou weet ik niet zeker, maar zou wel kunnen. Nou, ik ga gewoon eens heel eventjes kijken. Hoeveel verschillende Diglets, Eevees hoop ik, komen tegen? Genoeg. Want ik weet, hier kun je 2 Pokémon tegenkomen. Diglett en Dugtrio. Oftewel, Dunfun. Jee. Dat is geen Eevee of evolutie. Nou, als we een Eevee of evolutie tegen moeten komen... Eevee zou ik eigenlijk ook geen probleem mee hebben... omdat we dan alle kanten ermee op zouden kunnen gaan. Maar... het liefste zou ik echt voor Umbreon of Jolteon willen. Ja. En we komen tegen een Pachirichu. Want hebben we alle drie de... evolutie van generatie 1. Dat is leuk. Nou, we hebben wel eigenlijk allemaal starters. Ik bedoel, we hebben een vuur, water en gras type. Ja, oh, kijk, het is Mew! Het is Mewia! Mewia. Ik dacht dat je met 2 Pokémon hier kon tegenkomen. Maar ja, Mew zijn we nog niet verder tegengekomen als alleen maar een wannabe Lugia. En ja. Persian, oké. Nou, hier zitten waarschijnlijk heel erg veel verschillende Pokémon waar ik dus nog niet eens vanaf wist. Dus we gaan hier gewoon heel eventjes wachten totdat we dus iets nieuws zien. Komen we Aaron ook al tegen. Er zijn dan 5 verschillende Pokémon die we tegen zijn gekomen. Dat is best veel hoor, voor een cave waar normaal maar 2 soorten Pokémon. Ja, Diglett Cave. Ja. Diglett en Dugtrio. Dugtrio. Oké, nou komen we duplicates tegen. Dan kom ik weer een Aaron tegen. Ja, ik denk dat er maximaal maar 6 of 5 Pokémon zijn dan. Nou, vergeet niet hè. We hebben nou ook de National Deck. Dus nou spannen ja, echt okay. Oorspronkelijk, als je het spel op dit punt speelt, spannen er echt 4 generaties van Pokémon nu. Zo komen we nou bijvoorbeeld Houndoom ja, tegen. Als het ooit een oorspronkelijke game zou zijn, nee, dan zijn het alleen maar Diglett's en Dugtrio's. Serieus? Als het goed is wel. Nee, dat is volgens mij alleen in Gen 1. Ik denk in Gen 2 ook. De Tower Gaming die had een zomerstop. Ik heb hem nog gecontacteerd daarover, maar hij zat op het moment in een zomerstop, dus er waren weinig opnames. Dus ja, ik wil toch graag weer een keer samen met hem opnemen hoor. Jongens, nou komen we weer een Gliscord tegen. Dat zijn geen evoluties. Nee. Maar ja, dat is dus wel een probleem. Komen we dus nou een evolutie tegen? Ja, dan gooi ik gelijk mijn masterbal op, want oh mijn god, nee, grapje. Oh, come on, ik zat echt zo'n wat. Ja, de chat die... Chatty heeft zoiets van, hè, wat nou? Maar Robin die hoort dus mijn stem live, maar die ziet het beeld dus ook pas 5 seconden à 10 seconden later. Ja. Dus als ik in één keer helemaal hype reageer, dan heeft hij echt zoiets van, wat komt er, wat komt er, wat komt er, wat komt er, wat komt er? Wat heel veel mensen ook hadden, en net als, nee, ik wil eigenlijk niet mentionen, maar je hebt hem toch al. Nee, trouwens, je hebt hem niet. Want de Eevee van Team Rocket, sorry Stefan, die werd ook... had Stefan ook op gereageerd. Maar toen op zo'n
stomme reactie dat Leroy, ik geloof ook Erik en Blob als ik, of Erwin als ik het goed heb, die zaten zo van wat is aan de hand, wat is aan de hand, wat is aan de hand. Hoe durf jij te mentionen? Nou, durf je erover te spreken? Hoi Snoopy Timmermans! Je bent er weer! Gezellig! Dat klonk wel heel erg duister. Ja, Venusaur had ik zoiets van, het is een derde, final evolutie. Dus dat geeft wel redelijke experience, ook al zijn het lage levels. Nou, ik denk dat we hier wel de random encounters een beetje gehad hebben. Ik denk het ook. Jammer. Ja. Maar ja, toch 10 verschillende Pokémon. Ja, dat is waar. Weer een route minder, dus weer minder kans op Eevee. Nou, eigenlijk heb ik zoiets van, wat ik het liefste zou willen doen, is er echt op uittrekken en echt naar de Pokémon-wereld toe gaan. Naar een echte Pokémon-wereld. Je weet wel, waar je echt Pokémon moet vangen en echt samen met je Pokémon kan zijn. Waar Pokémon en mensen samen... Oké, okay, nou maar je klep dicht, want dat is veel klets. Nee, maar gewoon eigenlijk terug naar Johto en al die routes weer even aflopen om te kijken wat voor nieuwe Pokémon dat daar gespawnd zijn. Dat lijkt me wel handig, want ja, we zijn... We zijn underleveled en we hebben maar 4 Pokémon. Ja, dus maar... ik denk als we Brock hebben gedaan, dat we het na Brock gaan doen. En het is een livestream, dus nogmaals, niks wordt eruit geknipt. Nee. Later, Jan Barend. Oh, wacht, nee, meer toe. Nee, Jan Barend gaat koffie drinken, dus dag Jan Barend. En sorry, Stevie, moet gaan. Het beste wat er te doen is, Acetime met mijn vriendje. Hè? Acetime? Zal maar goed zijn. Meertje, veel plezier, is helemaal niet erg. Doei! Doei, meertje. Rubies. Volgens mij lag hij boven... Ja, hier ligt een Stardust. Vergeet niet, items zijn ook randomized, hè? Ja, items waren ook randomized. Ja. Maar vergeet niet, ik ben wel ergens trots op. Ik weet het, Terraria die heeft heel lang op pauze gestaan, maar dat komt in verband met, ja, het is een multiplayer game. Ik zit eraan te denken om naast Twilight Princess, buiten de livestreams, dat ik dan dubbele opnemers heb, tot ik echt een Terraria video ga maken. Tot Terraria verder gaat dan op de livestreams na Heart Gold en Soul Silver. En tot ik ook echt gewoon een privé Terraria game maak, wat we dan op expert mode gaan doen ofzo. Dat kan ook. So are, you so are you Stevie? Elke keer, Zeepie is Stevie. Titel, Zeepie is Stevie. Klaar. We hebben het ook weer gehad. Oh, we hebben Secret Ash. Niet Ash van Palutena, maar gewoon Secret... Ze hebben gewoon Ash verbrand. En daar krijg je dan de Ashes van. Dat is duister, ik weet het. Ik ben nog maar 10 jaar. Stefan, mag ik wat vragen? Heb je zojuist gedaan? Oh, Stevie, Stoneheart lijkt wel een spel voor jou. Alles lijkt wel een spel voor mij. Laat me rust, leave me alone. Maar Snoopy, wat is je vraag? Nee, of je wat mocht vragen. Dat was een vraag. Fairy Tail, je hebt vrijwel niks gemist. Viridian City. I'm on the road to become the greatest trainer. And I won't quit till I'm number one. Ja, Snoopy, dat is weer een andere vraag. Ja, dat is ook weer een vraag. Vraagceptie. Stel je vraag. Oké, wat is mijn vraag? Hoe kan ik een vraag stellen? Danny! Met een Curlia! Zoals trouwens, had ik een video van gezien, is trouwens totaal fake voor mensen die het willen uitproberen. Dat in Viridian Forest, als je op een of andere manier ging lopen, dat je een Celebi tegenkwam. Dat is totale bullshit, maar... Ik taalgebruik! Sinds wanneer is dat taalgebruik? Sinds dat ik nou net zeg taalgebruik. Oh, oké.
wordt niet gecensureerd of zo, maar gewoon. Nee, maar dat is inderdaad klinklaar onzin. Dus zelfs als een nieuw verhaal. Ja. Ja, maar dat is nog een logisch verhaal. Echt zo. Zo uitgestippeld en dan opeens. Oh. Stefan, wanneer was je jarig? Ik wil een klein cadeautje sparen tegen je dan. Wanneer was je jarig? Ik wil een klein cadeautje sparen. Om heel eerlijk te zijn, mijn verjaardag is alweer binnenkort en daar baal ik van. Die is al over 3 maanden. Dan word je toch voor de 10e keer 20, toch? Voor de 10e keer? Of 9e keer? Nee, voor de 10e keer. En nee, dat wil niet zeggen dat ik 30 word, jongens. Zo ben ik nog maar niet. Nog. Niet. Je moet ook voor de 1e keer 20 worden. Nee. Dan is het. Laat ik het zo zeggen, we zitten alweer bijna tegen dezelfde player 30 aan. Volgend jaar zit ik gewoon al 10 jaar dan op YouTube. Sorry? Volgend jaar zit ik dan al 10 jaar op YouTube. Jongens, het is pas over 3 maanden, alsjeblieft, nog niet feliciteren. Nee. Niet doen, alsjeblieft. Hij voelt zich eigenlijk al oud, jongens, niet doen. Nee, even zonder omgaan, dan word ik, in november word ik 29. Nou, dus, een veteraan op YouTube. Waarom noemt iedereen Zeep Stevie? Dat mijn naam is! Mijn nieuwe naam! Zeep is zo 2015, Stevie is de Stevie die nou van zijn stokje afgaat. Omdat jij begint weer met Zeep. Dat is veel te glad, dat zeg ik niet uit. Brand. Nee, maar dat is mijn nieuwe nickname, Stevie. Dankzij Erik. Of Mumee, sorry. Ja. Hoezo? Kijk de Kerstvlog. Nou, eigenlijk is het eerder begonnen met... even kijken welk evenement was. Dat was volgens mij... gewoon random tot we aan het lopen waren, Pokémon Go aan het spelen waren, tot hij in één keer een Eevee, Stevie noemde naar mij toe. Toen zei ik van, oh mijn god, die naam is geweldig! En Stevie was geboren. Nou, dan blijf ik jou gewoon negeren, yo bro. Oeh, gemeen. Oeh, super fijn. Dat doet 50% van de HP. Oeh, dat is nice. Nee, dat is niet nice. Jawel. Dat wordt tegen mij gebruikt. Oh, dat is niet nice. Ja, ik heb een delay, dus dat weet ik toch niet. Doet me eigenlijk een beetje denken aan die conversatie die James voert met Jesse in zijn film van Pokémon. Hé, we zijn eigenlijk een keer de goeie, Rikke. Dat is goed. Ja, maar wat zou de baas ervan denken? Dat is niet goed. Dan beginnen we toch voor onszelf? Dat is goed, maar we hebben geen geld. Dat is niet goed. Geniale aflevering. Ah... Snoepie Timmermans zegt, oké, dan zal ik tegen dan een klein cadeautje bij ingespaard hebben. Ah, dat is nergens voor nodig, joh. Maar toch bedankt. 3 maanden lang, smiggeltje, schei uit. Doneren kan onderaan. Nou hoor, dat vind ik niet leuk. Steek duim in de mond, dan gaat er nog in. Sorry. Pineco, dat is een bug type. Firepower is neer. Oh ja. Ja. Dat is niet fijn. Nou, wel was dat zo lachen bij Elfia met evoluties dan bij me te hebben. We hebben daar elk weertype gehad en iedereen die blamede Stevie. Geen Ferrari, dat gaat hem net niet worden. Nou, wordt het dan een iets kleinere auto? Wordt het dan een dikke PMP? Sorry. Oké, jongens, even YouTube. De reden dat ik nou niet door het gras heen loop is, ik wil gewoon naar Kanto toe. Gewoon de Palletown. En dan willen we zo naar boven toe lopen, de oorspronkelijke route van... blue, red, yellow... Sceptile. Dan kan ik wel gewoon return doen. Het is jammer dat ik nog steeds niet die andere aanval ken, die X-Scissor of zo. Jij hebt toen een keer volgens mij al een kaart naar mij toegestuurd, want eigenlijk
Ja, mijn adres die blijft natuurlijk heel graag privé, maar volgens mij had jij hem al. Maar dat bespreken we wel, Snoopy. Want ik heb jouw gegevens heb ik hier, dus ik zou jou een bericht kunnen sturen via via. Volgens mij heb ik jou ook op Skype, weet ik niet zeker. Oh boy, Swagger op Leafeon. Dat is of een suicide aanval of een enorme knal tegen je gezicht. Leafeon, wij vertrouwen in je. Goed zo, Leafeon. Vertrouwen in Leafeon. Even voor de complete stream, ik doe alleen met namen mee voor de eer. Ik wil geen codes, want dat kan ik niet krijgen. Volgens mij heeft iedereen al codes die ze konden krijgen. Plus, codes die, ja, het is leuk. Ik heb er ook een paar via YouTube weg kunnen geven. Het enigste probleem is, de codes die zijn maar tot en met 30 september dat je kan gebruiken. En Livion die heeft hoofdpijn. Snoepje heeft jou op Skype. Ja, dan komt het wel goed. Nou, niet iedereen in de chat massaal Skype-verzoeken gaan sturen, want echt Skype-verzoeken, de enige manier waarop dat ik een Skype-verzoek accepteer, is als erin gemeld wordt wie je bent en wat je eigenlijk op Skype wil. Dus ik krijg heel vaak Skype-verzoeken met, hallo, ik wil je graag toevoegen op Skype. En dan wordt er gelijk gezegd, hallo, en dan sta ik echt zo. Ja, hallo, wat? Je weet wel, je kunt wel iets meer vertellen. Zo ging het ook eerst bij mij. Nee, dat viel wel mee. Nou, ik had jou al heel lang op Skype, Stefan. Oh, mag ik je Skype? Nee! Dat is alleen... Stil, professor ook spreekt. Ha, Snape! Sorry, your name is actually different right now. Ah, Stevie, it's good for you to come all this way into console. What do you think of the trainers out here? They're pretty tough, huh? Zijn vol spelers. Ah, you're collecting console gym badges. I imagine that it's hard, but it really experience will surely help you. Come and see me when you get all. I'll have a gift for you. Keep it up, Sleepy. Hallo, Aqua Tony. Nou vraag ik mij af, was het nou niet in Palletown dat je ergens gewoon ook een soort van Pokémon Center had? Was dat niet bij Red's huis of zo? Was dat niet... Nou, ik denk dat het Ash's je moeder was. Hoe komt Hi! Het... Red's been away, he can't neither, he's no idea what he was doing, he was having good news. Misschien kunnen we in zijn bed slapen, weet ik veel. Red, je bent toch nooit thuis, ik ga in je bed slapen. Kan niet. Stevie, ik weet jouw Skype. Fijn voor je. Ik hoop dat je gaat veren. Niet zeggen. Ja, dus om een lang verhaal nog langer te maken. Het begon allemaal op 14 november 1987. Het was een zwarte dag voor mijn ouders. Want ik werd geboren. Nou, misschien mogen we in blauw zijn bed slapen, weet ik veel. Ik wil uitrusten. Flareon heeft hulp nodig. Waarom heeft dit stomme dorp, genaamd Palletown, nog niet eens een Pokémon Center? Het is uitverdaging. Heeft het nog eens een keer... Ik weet niet wat Lieutenant Search hier in één keer doet, maar... Ja. Ga eens weg, Lieutenant Search. Maar Joker Roleplay, daar ga ik liever niet op in. Dat is een lang verhaal. Nee, jongens, we gaan het niet over personal shizzle hebben. Het... Ja, het gaat erover hoe lang ik jou al heb op Skype. Of waardoor. Ja, nou, dat is gewoon... Dat weet ik eigenlijk al niet meer. Ik wel. Mooi. Maar gaan we nou het niet over hebben. Nee, maar echt, we zitten hier in een Pokémon Lab. En er is hier nog niet eens een manier om een Pokémon te healen. Flame. Wat is dit voor een dumb durp? Palletown stinkt. Oh, en... Goodness! Oh nee. Oh nee. Ah! Dit klinkt goed, dus het moet een evolutie zijn of een Eevee. Of een Mitra.
Jongens, ik ben net zo benieuwd als jullie, want ik moet ook wachten. Oh my god! Ja, inderdaad, of niet? What? I really don't care about this level! Weet je wat? Screw it! Nee, wacht. Weet je wat? We proberen wel een ultrabal. Mumee, waar je ook bent! Ik heb Jolteon ook gevonden! Mumee! Oké, serieus, ik zat echt in van, oké, het is een Sylph, of het is een Umbreon, of het is een Jolteon, één van de twee. Nou, hij wil in ieder geval niet blijven zitten, dat is duidelijk! Hij wil gewoon niks zoiets van luisteren. Ik ben jouw nummer 1 samengedeeld met Umbreon Pokémon. Geef gewoon een masterbal. Doe het. Nee, je blijft gewoon... Een Ultra Ball die past beter bij je. Geel op geel. Oh, my goodness. Jongens. Hashtag name. Spatie de naam die je wil geven. Voor een complete set van... Ik heb nog steeds die codes liggen. Nog steeds voor een complete set van... YouTube, we knippen heel eventjes naar voren toe. Jolteon, wat voor naam gaat het worden? Laat het weten in de comments! Yes! Oh ja, en ik dacht voor de grap, ik zou mijn Eevee shirt aantrekken. Dit is de voorkant, dit is de achterkant. Hartstikke leuk. YouTube, welkom terug. Het is Bolt geworden en die is ingezonden door... Moet ik even weer kijken... Volgens mij was het Snoopy Timmermans. Ja, Snoopy Timmermans. Ja. Dus Snoopy, gefeliciteerd. Nou, dan kunnen we die dadelijk gelijk even op gaan halen. En dan komen we Eevee tegen. Dat zou helemaal mooi zijn. Oh, dan zou je echt feesten. Yo bro, playing speelt het. Ja, wat speel je? Speel je X, Y, Omega? Welke van de versies speel je dan om precies te zijn? Ja, als je tenminste al één van de vier hebt, dan is dat goed. Ja, maar dan moet ik wel weten welke dat hij heeft. Ja, dat is waar. Maar Snoopy krijgt voorrang, want hij heeft de naam gewonnen. Ja, maar Snoopy, die heeft het game niet. Dat weten we. Hé, hey, dat was toch Snikkeltje? Nee, Snoopy ook. Oh. Ligt hij nou nog steeds bij je vriend? Dat is niet slim. Die ligt echt al heel lang bij je vriend bij hem. Ja, want een maand geleden geloof ik had je ook gehoord. Toen had je hem ook nog bij je vriend. Wat, zelfs al 2 maanden geleden. Dat ken ook. Even kijken, want ik heb wel healing items. Ik heb een hyper potion, die kan ik wel heel even gebruiken op Leafeon. Yobro playing speelt ei. Snoopy. Mogen wij het aan... Jouw broplaying geven. En als jij je game terug hebt, laat het mij weten even via Skype. En dan krijg jij sowieso ook nog je codes. Nou, het probleem is, die codes die moet ik nu echt... Er zit echt een tijdslimiet aan. De 30 september komt steeds dichterbij. Ja. En ik heb nog best een grote stapel liggen. Dus, want die heb ik toen gekregen van Brian... En daar zeg ik nou ook heel eerlijk bij, Brian van Game Rooms. Dus. Wauw. Ja, want toen die tijd was het Brian van Game Pit. Maar ja, via dingen waar ik niet te veel op in detail op ga. Iets in de organisatie, bla 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 bla. Is dat dus tot hij over is gestapt naar. En dus ja, Game Rooms. En daarom. Supporter. Daarom zul je ook nou niet in de beschrijving meer Game Pit zien. Want echt, ik ben totaal uit Game Pit gestapt. Dus. Maar ik hoef hem niet per se als... Yo bro, maar het mag wel. Je mag hem hebben hoor, we hebben het er zat. Ach ja. We gaan verder met de game. We hebben een Jolteon en het is nou dus de bedoeling dat we zo snel mogelijk richting Viridian City gaan. Want in Viridian City, daar kunnen wij dus nu Jolteon op gaan halen. Ik zou hem trouwens wel de EXP share geven. Goh, you don't say. I did say.
Hallo Darkrai. Hallo. Level 2. Dat is wel grappig dat we hier nou allemaal van die hele lage levels tegenkomen. Omdat ja, het is zeg maar route 1 geloof ik of zo. Zeg maar route 1. Zeg maar Robin. Het was toch Robinski? Ik reageer er gewoon niet meer op. Oh nee, wat doe je nou dan? Wat doe ik? Je reageerde erop. Nou, we komen geen evolutie nou meer op deze route tegen. Maar ja, aan de andere kant, we zijn Jolteon hier tegengekomen. Een nieuwe evolutie. Dat heeft heel veel afleveringen geduurd. Ja. Maar ik heb laatst jouw Skyward Sword zitten gekeken. Weet je hoe vaak jij in plaats van wist je wel, maar ook wel zeg maar zei? Ja, dat is mij ook opgevallen, dank je. Nee, daar ben ik op geletten sinds de Eftel vlog. Dat is niet de reden waarom dat ik mijn naam zeg maar Robin heb genoemd. Nee, tuurlijk niet. Hey, serieus? Nou, tuurlijk. Geloof je helemaal, joh. Oké, dat is goed. 100%. Er stond nog enig sarcasme erin. Oké. Dus. Oh my goodness, it's a Blastoise. Vroeger was dat, weet je wel, kuch, zeer oude Minecraft special kuch. Ja, het probleem met Minecraft is van... Minecraft... Ken je zo? Nu weet ik het weer. Want daar heb ik jou zo lang op Skype. Oh? Ik wou een keertje met jou samen die Minecraft special doen, maar er is nooit iets van gekomen. Oh, ga je me nou verschuldigen dat er ergens nooit iets van gekomen is? We zijn toch weer vriendelijk? Nee, dat was mijn schuld. Het zal wel, joh. Ik weet het allemaal niet meer. Wij moeten trouwens nog steeds een keertje de stad onveilig maken met Pokémon Go. Ja. Nou, dat hij wat stabieler is. Ja. Maar ja, vrijdag ga ik sowieso eerst naar de Efteling. Zali. Ja, daar ga ik een Pokémon Go video maken. Omdat daar is de vraag heel erg hoog voor. Minecraft is verpest door 1.9 combat. Ik heb het nog nooit gespeeld en ik heb al heel veel mensen erover horen klagen, dus... Hij speelt alleen Minecraft met Pixelmon. Legendary Encounter, High Entei. Level 3. Legendary Encounter, we don't give a fuck. Nou, ik hoor het in één keer aan de muziek, muziekverandering. Oh. Kan ik je ooit eens ontmoeten met een event in België? Nou, ik heb tot nu toe helemaal geen events in België. Er was een laatst eentje, maar die viel tegelijkertijd met Castlefest. Daar wou Brian mij mee naartoe nemen. Brian die belde mij op dat er een event was in België. Afgelopen weekend, dus vorige week. Maar ja, toen had ik al plannen voor Castlefest. Dus, en trouwens, er is een leuke easter egg in de video van Castlefest. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Maar ja. Iedere dag dat ik daar aanwezig was, er waren 3 dagen, droeg ik een ander Eevee shirt. Ik was heel blij met de Flareon shirt. Ik ga ook naar de Efteling, maar ik weet weer niet wanneer. Nou, ik heb er een abonnement op, jongens. Dus als jullie denken van, ik ga helemaal naar de Efteling toe alleen maar voor Pokémon Go, dat is zonde. Ik heb een abonnement erop, jongens. Dus don't worry, ik weet wat ik doe. Ik had er een abonnement op. 2 jaar. Dat was geen verspild geld. Nee, zeker niet. Laat ik het zo zeggen, ik betaal voor de Efteling... Oh, sluipreclame voor de Efteling. Deze video is niet gesponsord door de Efteling. Dat is gewoon privé ervaring. Eigen mening. Eigen mening. Ik vind het niet duur, want ik vind juist de intree en de parkeerkosten vind ik veel te duur voor de Efteling. Yeah. Maar als je een abonnement hebt, dan is dat juist echt heel erg goedkoop. Ik denk dat dat geloof ik ongeveer bij elkaar dan 233 euro is of zo. Wat? Een abonnement voor een jaar, hè? 200? Nee, daar kom ik nog niet eens op.
Ik betaal namelijk per maand. Dat vind ik makkelijker. Ja, dat kan ook. Maar wij betalen per jaar. Nou, om jullie even een beeld te geven. Ik betaal €18,50 per maand. En dan €3 parkeerkosten of zo. Ja, dus €15,50 is een abonnement en €3 is parkeerkosten. Ja, oké. Okay. Nou, en dat is niet... Als je nagaat dat een enkel kaartje al €37 kost... Ja. En dan moet je nagaan, hè. Met dat abonnement kun je heel de maand onbeperkt in de Efteling komen. Dus dat is super chill. Yep. Oh, en Stefan, wat vind je van betaalde meningen? Betaalde meningen. Oh, van die meningen tot mensen betaald krijgen en niet hun eigen mening geven, maar omdat ze betaald krijgen, zo bedoel je dat? Oh, zo. Want die vind ik echt waardeloos. Hallo, Ad12. Hallo, Ad12. ATS12. Ah, kijk hem nou, hij is zo cute. No. Maar ik weet niet of dat bij een maand lang abonnement ook zit, maar dat je voor een vriend of iemand anders voor de helft van de kaartje kan laten betalen. Ja, dat kan. Als je een abonnement hebt, dan kun je dat voor twee vrienden doen. Ja, want dat kon ik ook met mijn abonnement, maar ik wist niet of dat bij een maand abonnement ook al. Oké, op dit moment heeft Frostwater heeft die experience share, dus die kan ik... Beter dan maar gelijk een bot geeft tot bot echt alle experience krijgt. Want ik bedoel, Frostwater die heeft gewoon 51, die is op level 51. Lijkt me wel slimmer. Eens kijken, wat kunnen we hem dan geven? Frostwater, wat is handig om jou te geven? Shellbell, Amulet Coin. EV training hebben we ook niet echt nodig. Ik ken oprecht maar 5 evoluties. Het zijn er 6. Nee, op dit moment zijn er zelfs 8. Yep. Oké, we hebben Black Belt. Ik zit te kijken, wat zouden we... Ja, een Dragon Fang, dat was voor draken type moves. Dus dat schiet ook niet op. Tap dus helpen Pokémon. It enables the holder to switch with a waiting Pokémon in battle. Best zinloos. In het Under Fantail, dat is handiger voor Aquarium, Mystic Water. Ja, Mystic Water is handig voor Aquarion, niet voor Glaceon. Yo Broflame, wat is jullie favoriete Pokémon? Vraag voor de hele stream. Nou ja, Stevie hoeft het niet te vragen. Nee, mij hoeft het niet te vragen, nee. Ja, we weten van jou toch wel dat Eevee op alle evoluties zit. Nou, ik denk dat ik hem gewoon eventjes een Shellbell geef. Oké, Bolt. Je mag van mij ook eventjes bovenaan staan. Dat vind ik het leukste, want dan loop je de hele tijd achter ons aan. En dan gaan we hem even een experience share geven. En ik denk dat ik het daarbij ga laten voor deze aflevering van de livestream. We gaan nog even verder door met de livestream hoor, dus maak je geen zorgen. Lyra, stop nou eens met bellen! Irritant mens dat je er bent! Waarom heb je al godsnaam met mijn telefoonnummer? Wat heb je nou weer te melden? Als niks boeiends is, dan ga je uit mijn telefoonlijst. Hallo, dit is Lyra. Goedenavond. Weet je, mijn vader denkt dat ik een hele goede trainer ga worden. Stevie, weet je wat ik zeg? Dat ik een hele goede trainer ga worden. Ik klink als een professor. Nou, doe je best. Praat bij je later. En Lyra kun je niet eruit gooien, want dat...
Juist. Jeetje, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij de volgende aflevering. Trouwens, deze livestream die wordt opgenomen op 13 augustus. Dus dan weet je ongeveer hoe lang dat dit weer geleden is. Hartstikke leuk. Was ik helemaal vergeten te vertellen in het begin. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Laat een leuke reactie achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video op Zeepie's kanaal. Stevie's kanaal. Stoute ik. Doei! Hoi! 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 Hoi!